Hoi, hallo en leuk dus dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag hebben we post. Het ziet er heel erg verfromfrijd uit. Ik heb al een beetje een vermoeden wat het is, maar echt, ik ben zo benieuwd. Als dit datgene is wat ik denk dat het is, waarvan ik dacht dat het in een mooie grote kartonnen doos zat, maar het is gewoon een potje. We gaan kijken wat erin zit. Ik ben reuze benieuwd. Ik heb al een beetje een sneak peek gemaakt, maar we gaan hem gewoon recht opscheuren. Oh, dat ging heel makkelijk open. En dan zit het er zo in. Oh, shit. Echt, voor mensen thuis die mij wat langer volgen, die weten van dat ik maskers echt mega vet vind. Dit, dames en heren, wordt echt... Oké. Je ziet al twee oren. Hier zo. Ik ga alleen zeggen, kan je alleen vermelden dat dit masker uit een serie komt. Dit masker, deze hier, komt uit een serie. Ik vind de serie echt fantastisch. Een van de hoofdrolspelers hebben we gemiet tijdens een beurs in België. En dat was echt een enorme awesome gozer. Hij behoorde tot de good guys. Ik heb het, ondertussen heb ik het papiertje, het plasticje heb ik eruit. En holy shit, dames en heren. Voor degene die hem kennen, voor degene die dit masker kennen, echt serieuze shit. Hazel van The Umbrella Academy. Echt waar, bij een volgende Comic-Con, ik ga als Hazel van The Umbrella Academy. En wat een masker is dit, man. Ik vind hem echt vet, hoor. Ik vind hem vet, die kleuren. Datzelfde lachje ook gewoon. En we gaan nou het belangrijkste van allemaal. Ik zeg wel dat ik als Hazel van de Umbrella Academy ga. Moet ik er wel in passen. Hij is goed te dragen. Maar om nou een hele dag op een Comic-Con te gaan rondlopen met dit ding is denk ik iets te veel gevraagd. En in de serie heeft hij dan eigenlijk een net iets meer ronder hoofd. Dan is het echt... Ik ga hem lekker afdoen voor jullie. In de serie heeft hij dan, kijk, ik heb dan een langwerpig hoofd. Dan komt die serie, komt hij echt meer iets van vermagerd, komt hij naar boven. Maar dit, jongens, echt waar. Ik moet iets verzinnen om die ogen een beetje ondoorzichtig te maken. Zodat je niet naar mijn ogen kan kijken. Jongens, dames en heren, wat een awesome masker is dit. Moet je kijken, dit is echt mega, mega, mega vet. Hazel van... Die Umbrella Academy, althans, het masker van Hazel van de Umbrella Academy. Wat een tof ding. Echt waar, ik ben echt mega, mega, mega blij. Mega, mega. En met name meer unboxings van maskers. Dus dat ik gewoon maskers ga bestellen en dat ga uitpakken. Gewoon op zoek naar de mooiste, vetste maskers in de wereld. Willen jullie nou meer unboxings willen zien hier op dit kanaal? En die gewoon unboxen. Dat is een idee, toch? Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie weer de volgende keer terug bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Yeah! Holy shit!